Ik ben Sander Wattels en ik heb 10 jaar geleden de SPH afgerond hier op Windesheim. In de jaren dat ik op de SPH zat, was er geen leerlijn ervaringsdeskundigheid. Ik ben in mijn adolescentiefase opgenomen geweest voor depressieve, angst- en psychotische klachten. Je hoort het goed, psychoses. Ook dan kun je gewoon je HBO halen. Toen ik weer genoeg hersteld was om de opleiding op te pakken, wou ik graag iets doen met mijn opgedane ervaringskennis in de psychiatrie. Destijds was die leerlijn er niet. In deze tijd zou ik deze gevolgd hebben. Het inzetten van je eigen ervaringskennis is juist een meerwaarde in het werk. Als je twijfelt om de leerlijn te doen, zeg ik, doen. Op dit moment werk ik als adviseur herstel en ervaringsdeskundigheid en gebruik ik het alsnog.